Ja, mijn neten is mij niet heel goed bekomen. Het was iets met kikkererwten erin, en ik mag dat eigenlijk niet eten, want kikkererwten, ik dat krijg zo'n opgeblazen gevoel daar van. Dus een paar uh, flatulente uren kondigen zich aan. Oh, ben ik in gevaar, win? Nee, als het gesprek lang duurt, wel ja. Uh -oh. Dus voor de duidelijkheid, dat betekent dat ik waarschijnlijk veel scheten ga laten, maar daar gaat u geen last van hebben. En dat gaat ook pas beginnen na tien minuten. Oké, okay, goed. Welkom in Winteruur, ja. Evi Gruijhaard. Windenuur wordt het eigenlijk. <laughs> Welkom in Windenuur. De hond ligt dan ook nog eens gepast. Ja, inderdaad. Met een uh, rear-end ja, naar ja. jou gericht. Um, ja, je bent tv- en radiopresentatrice. Mm -hmm. Al lang, je hebt al veel gedaan. Op dit moment uh, doe je stukken van mensen, ja. presenteer je stukken van mensen Klopt. op tv. Uh, op de radio ben je op dit moment niet te horen, nog op Eminem, nog op nee. Nostalgie. Nee, klopt. En dat komt dan weer omdat je twee kleine kinderen hebt rondlopen. Geweldig ja, een, een mens denkt uh, van zich uh, voor te planten en uh, dan komen daar kinderen van, inderdaad, uh, eentje van acht en eentje van vier. En ik deed bij Nostalgie uh, de avondspits van vier tot zeven. Um, maar uh, ja, nostalgie zit in Antwerpen tegen dat ik dan thuis ben. Uh, is het laat? In Astene. In Astene, de metropool Astene. Ja. Mm -hmm. En um, ja, het is gewoon moeilijk te combineren. Ik doe ook nog start-to-run hard en hardlopen ja. met Evi. En yoga met Evi. Uh, dan nog moeten we het daarmee doen. Een tijd andere tijd lang. dingen, ja. Dus ja, uh, ja het, was, het was een beetje te veel. Oké. Okay. Maar nog wel tijd om naar lief te komen, naar winteruur. Hè? Ja, naar winteruur ja. daar. Euh, <laughs> Met ja. een tekst wil je die voorlezen? Absoluut. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones, so let it be with Caesar. The noble Brutus hath told you Caesar was ambitious. If it was so, it was a grievous fault, and grievously hath Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all, all honorable men. Come I to speak in Caesar's funeral? He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He had brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? O oh, judgment! Though art fled to brutish beasts and men have lost their reason, bear with me. My heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it come back to me. Yeah. At Julius Caesar van William Shakespeare. Klopt. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Een een uh, soort uh, sarcastische toespraak, een uh, soort. Uh, Uh, grafrede, zeg maar. maar ja, van Marcus Antonius. Van Marcus Antonius, ja. inderdaad. Um, maar heel sarcastisch, natuurlijk. Ja, waarin zit het sarcasme? Oh, hij, um, hij schildert. Uh, het is eigenlijk een vriend van Caesar. Um, van Julius Caesar. En uh, hij doet. Of hij lijkt het uitschijnen in eerste instantie. Alsof uh, Julius Caesar. Inderdaad. Uh, foute dingen zou gedaan hebben. Um, maar eigenlijk de goede verstaander uh, ontdekt doorheen de tekst. Um... Hij noemt Brutus, die aanwezig is ook bij de begrafenis. en van wie hij een speech mag houden. Ja. Noemt, uh, en die de machthebber is op dat moment. Mm -hmm. uh, hij noemt Brutus een paar keer ook een honorable man. Ja, maar dat is natuurlijk het tegenovergestelde van wat hij echt is. Hij doet. herhaalt het ook te vaak ja. om waar ja, te ja, kunnen ja, zijn. Ja, ja. Want ondertussen zegt hij: Was Caesar zo ambitious? Mm -hmm. wat eigenlijk heersuchtig betekende in ja. die tijd. Uh, en dan geeft hij voorbeelden, nog verder in de tekst ook, van het feit dat er eigenlijk een heel nee. onbaatzuchtig man was en voilà. een goede vriend voor hem. Hij weerlegde eigenlijk alles, uh, maar op een heel subtiele manier. Ja. ja. En ook jouw leven is doordrongen van dat soort intrigueus gekonkel en daarom heb je die tekst gekozen. <laughs> Inderdaad, Wim. En daar wil ik het hoogdringend over hebben. <laughs> ja. Nee, nee. Uh, waarom heb ik die tekst gekozen? Eigenlijk omwille van een... Uh, een veel minder dramatische reden. Het is eigenlijk de eerste tekst die ik um, met hart en ziel heb voorgedragen. Um, mm. En waar, waar ik voor de eerste keer heb gevoeld dat ik... Een, over, over welke tijd? Hoe, lang, hoe, hoe oud was je toen? Uh, ik was toen veertien uh, en we moesten een tekst voordragen. We moesten die van buiten kennen en we moesten die uh, door mevrouw De Blauwe, Nicole De Blauwe, die, die er altijd uh, piekfijn uitzag. En she, she always uh, talk very British. So... Was het jouw lerares Engels? Ja, dat was mijn lerares Engels. En die, die heeft mij zo geïnspireerd, die heeft mij zo aangestoken met uh, het, het vuur van de Engelse taal, uh, de, de schoonheid van het Engels. Um, en heeft mij ook eigenlijk het plezier leren ontdekken in het brengen van dingen op een weliswaar klein podium, was het toen. Hè. De, de, de tweede. Ja, ja, in de klas, ja. op de trade. Ja. Um, maar ik genoot daar eigenlijk wel keihard van, wat vreemd was, want ik was eigenlijk best wel een verlegen kind. En, maar jij herinnert je dat moment nog? Ik herinner mij dat moment nog alsof het gisteren was. En herinner je ook nog? Was je heel nerveus voor je op het moment? Ja, 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 ik was best, best nerveus. Um, maar, en dat is iets wat ik tijdens mijn hele. Ja, Carrière mag ik het ergens wel noemen, zeker. Uh, altijd heb gevoeld zo die, die ongelooflijke adrenaline die je over je persoonlijke grens duwt om professioneel dingen te kunnen doen. Om voor een publiek te kunnen spreken. Ja. De, de mengeling van angst om af te gaan ja. en zin om het te doen. Ja. Klopt dat? Ja, 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 ja. waarop de, de zin om het te doen altijd wel um, voorrang krijgt. Of het, het haalt zeg maar, van die, die angst. Het is nooit een angst die mij compleet. Want sommige mensen hebben dat ook: hè, dat een keel dichtgenepen wordt. Ja. Bij mij is er altijd nog een klein gaatje vrij. <laughs> ja. Ik hoop dat er bij jou geen gaatje vrij is. Ja, nee? en, maar misschien gebeurt het omgekeerde. Merk je dan, of merkte je toen voor het eerst, als ik hier dan sta, en ik ben niet aan het doen, dat er ook mogelijkheden vrijkomen in jou een soort ja. vrijheid en ja, vermogen ja, ja, ja. om dingen ja. uit te drukken. Absoluut. Ik heb dat altijd een heel fijn gevoel gevonden. Dat gaf mij een soort van rol zeg maar, een soort durf, alsof ik stiekem iemand anders werd die, die dat wel allemaal durfde. Zoals een acteur? Ja, eigenlijk een beetje wel. Zonder mezelf volledig te verliezen. Dus uh, het is niet zo dat ik dan compleet iemand anders word, maar het is precies of ik heb de toestemming gekregen om, de om die, de... die audace die, die durf te hebben. Ah, ja. Ja. Je, je zei daarnet dat jouw lerares uh, Engels jou inspireerde. Mm -hmm. uh, dan gaat het niet alleen over dat, uh, jezelf uitdrukken, maar ook over het Engels zelf. Ja, ik vind, uh, ik vind het Nederlands ook prachtig. Hè? Maar, Dank u. Uh, ik vind het Engels, ik, ik weet niet wat het is. Soms denk ik, heeft het iets met voorbije levens te maken? Of, uh, maar ik kan echt denken in het Engels. Ik ja? voel in het Engels. Ik, ja, Engelse woorden, uitspraken uh, kunnen zo mooi zijn, zo, zo Kleine details die je kan beschrijven met een Engels woord. Zo, of spreekwoorden ook. Are you taking the mickey out of me? Hoe mooi is dat? Ben je met mij aan lachen. het lachen? Ja, de mickey. Ja, yeah, are you taking the mickey out of me? Ja, um, yeah. ik vind er zijn zo kleine, kleine leuke woordjes voor kleine leuke details uit en, het leven. En je, zegt, je denkt soms echt in het Engels dan ook? Ja, ja dat het soms zelfs omgekeerd is. Dat ik uh, initieel denk in het Engels en dan denk ik. Ah, hoe, was dat nu? hoe zeg ik dat nu zo juist in Nederlands? Omdat het je, Nederland. je helemaal in, in het Engels. Uh, ja. Ah, ja. ja, ja. Dus dan sta je bijvoorbeeld op de bus te wachten en dan, waar ik dan zou denken: van amai, die bus die blijft lang weg. Dan denk jij dat in het Engels? Bijvoorbeeld, Meestal zijn het iets lyrischer dingen die ik denk in het Engels, oh, ja. uh, of ik droom in het Engels ook. Ja? Uh, ja. ja. <laughs> <laughs> Grappig. Ik vloek ook gewoon beter in het Engels. Ja, was je dan ook voor de brexit? <laughs> nee, nee. nee. Zo Engels ben je dan niet geworden? Nee. nee, nee, nee. Oké, okay. Wil je het nog eens lezen? Ik wil het nog eens lezen. Ja. In het Engels. Ja. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them. The good is oft interred with their bones, so let it be with Caesar. The noble Brutus had told you Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault, and grievously hath Caesar answered it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all, all honorable men, come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend. Faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious, and Brutus is an honorable man. He had brought many captives home to Rome, whose ransoms did the general coffers fill. Did this in Caesar seem ambitious? You all did love him once, not without cause. What cause withholds you then to mourn for him? O oh, judgment! Thou art fled to brutish beasts, and men have lost their reason bear with me. my heart is in the coffin there with caesar, and i must pause till it come back to me. thank you. you're welcome. sleep well. sleep well. <laughs> good night. sleep tight. don't fart. we'll try not to fart too much. thank you. or at least not here in the settle. <laughs> you might burn it away. <laughs> You overestimate the power of my farts. <laughs> <laughs>